Het seizoen 2009-2010 van de Super League Formula begint dit jaar met een race op het circuit van Magny-Cours, zo'n 250 kilometer ten zuiden van Parijs. En PSV is natuurlijk weer van de partij. Na een succesvolle eerste editie, met een tweede plaats in het algemeen klassement, gaat het team proberen deze prestatie te evenaren. Dat doet men met een nieuwe coureur. Zijn naam is Dominique Muurmans en vanochtend kreeg hij de mogelijkheid om het circuit en zijn bolide te testen. Nou, het ging wel oké. Ik ben het Zwiedingen een beetje leren kennen. Ik heb hier één keer gereden, 5 jaar terug, een halve dag. Dus je moet toch wel een paar dingen weten van dit circuit. Het is wel heel technisch. En proberen andere rijders te volgen. Een beetje wat lijnen nog af te kijken. En dan met de afstelling verandert toch wel, zeg maar, als je die lijn ook weer gaat veranderen. We zijn nog een beetje aan het zoeken. Maar ik denk dadelijk ook met de data van mijn mede-collega's dat het wel goed komt voor de quali. Dus, ja, je gaat je dadelijk kwalificeren. Heb je voor jezelf een doelstelling? Welke plek je wil bereiken tijdens de kwalificatie? Nou, nu voor de eerste quali is denk ik gewoon even erbij zetten. Gewoon erbij zitten. En van daaruit zien we wel. Met name proberen zo kort mogelijk op de coureurs die dit circuit misschien wat beter kennen of de auto's wat beter kennen, om daar zo kort mogelijk bij te blijven. Ja, ik denk dat dit circuit heeft ook wel wat lange rechte stukken. Dus ik denk als je bij zo'n coureur erbij kan blijven en in de slipstream kan blijven, scheelt je ook al een hele hoop tijd. Dus daar gaan we een beetje op naar uitkijken en een beetje strategisch proberen te spelen. En dan zo dicht mogelijk naar voren te komen. En 's middags konden we zien of het analyseren van de data effect had, want toen volgde de kwalificatie. Volgens hetzelfde systeem als afgelopen seizoen konden de coureurs zich plaatsen voor de kwartfinales. Oftewel, in je groep van 9 clubs moest je bij de snelste 4 eindigen. De PSV-auto blijkt in orde, want Muurmans rijdt de meeste ronden in zijn groep. Toch moet de geboren Limburger het grootste gedeelte van de coureurs voorlaten. Ja, ik had iets gedacht dat het wel beter ging. Ik maakte direct in die eerste flying lap een foutje en dat bleef er een beetje in zitten. Dus mentaal was het niet meer 100% de rest van de laps. Dus ik kreeg het niet aan elkaar. Dan was ik hier wat sneller dan daar, maar ik kreeg niet één ronde aan elkaar gesloten. Dus dat was jammer. De coureur van PSV moet dus nog wat wennen aan het rijden in dit kampioenschap. De PSV-wagen daarentegen heeft al een jaar ervaring en lijkt in vorm voor een nieuw kampioenschap. We hebben, ik denk, de betrouwbaarste auto van het veld. Ook vorig jaar Jelmer is met deze auto, zenuwsauto, met elke race aan de finish is gekomen. Dus ik denk dat dat een groot voordeel is voor ons. En dan sowieso de tweede race hebben we de reverse grid. Dus we kunnen er zeker nog wel wat doen. Eerste race kijken van, oké, welk spoor moet ik volgen? Er rijden er een aantal. Er starten er in ieder geval een aantal voor je. En dan die tweede race oogsten, laat ik het zo noemen. Ja, het is even afwachten en zien. Mijn racing skill is toch iets beter dan mijn qualifying skill. Dus we hebben goede hoop voor morgen. Uiteindelijk weet Corinthians met Antonio Pizzonia de kwalificatie te winnen en start op pole position. Muurmans start op plek 14. Morgen begint het seizoen 2009-2010 van de Super League Formula dus echt. En kunnen de eerste punten van het kampioenschap verdiend worden.